Gastvrij Rotterdam is dé horecavakbeurs voor horecaprofessionals. Normaal heel veel mensen aanwezig, vorig jaar ruim 16.000. Nou ja, vanwege corona kan dat natuurlijk niet dit jaar, dus gaan ze het in afgeslankte vorm doen met 250 man die nu hier achter in Ahoy met elkaar aan het borrelen zijn. Ja, nu gaat het niet goed, hè, met de horeca vanwege corona. Een mooi moment om eens met hen te praten over hoe zij het ervaren. Nu zitten we natuurlijk op een netwerkborrel. Ja. Valt er nog wel iets te proosten? Want hoe je het ook bent of keert, we zitten in een moeilijke tijd. En de horeca zit in een moeilijke tijd. Ja, dat klopt. Daar geef ik je helemaal gelijk in. Maar het is wel super fijn om heel veel mensen weer te zien. Weer even mee te spreken. Want die mensen die kennen we eigenlijk allemaal. Dus ik denk dat we elkaar ook moeten blijven stimuleren met alle positieve dingen. En je ziet dat er toch echt wel heel veel leuke initiatieven zijn gestart. En dat ook overal wel... de ondernemers onderscheiden zich nu ook, zeg maar. Wat ik ook heel leuk vind is dat horeca, ook al zijn ze collega's van elkaar, dat ze veel meer met elkaar zijn gaan samenwerken. En ook echt leuke campagnes bedenken om toch de klant binnen te krijgen. Wat je ook heel erg ziet is dat sommige klanten die een mooie tuin hebben, die alleen in de zomer gebruikt wordt, die nu helemaal mooi overkapt gaat worden. Mensen zijn lucratief. Ja. Absoluut. Ik vind als ondernemer en als mens maak je een bepaalde ontwikkeling mee in deze fase. Is goed te doen. Heel leerzaam. Ja, dat hoor je. Het is leerzaam. Het vergt iets van je creativiteit. Voelt dat ook voor jou zo? Nou, ik ben nog niet zo oud, maar wat ik vaak zeg, is dat je ondernemend moet zijn in plaats van ondernemer. He, zie dingen vooruit. Probeer vooruit te kijken. En vooral in deze tijd moet je niet achterover gaan zitten. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe de toekomst eruit gaat zien. Maar dat we een toekomst hebben, dat ben ik wel zeker. Helaas niet op het niveau wat we misschien een jaar geleden voor ogen hadden. Maar dat er mogelijkheid is, ja, daar word ik wel enthousiast van. Dus ja. De toekomst rooskleurig? rooskleurig met wat doorntjes erbij, wat stekeltjes. Ja, ja.